Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag maandag 16 juli 2018. En wij zijn dus nu op bezoek en bij mijn aanstaande schoonouders. Ja, zijn al mijn schoonouders, maar oké, maar nog niet... Geen schoonouders. Ze zijn net het bad geweest, geloof ik, gisteren nog. Ja, precies. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Natuurlijk cola voor mij. We zijn nu op locatie. Ja, lekker. Met mevrouw en de heer. Bij je ouders. Ouders, gezellig. Lunchen. Jouw broers kwamen ook, toch? Of kwamen die broers niet? Je durft niet te spreken. Je kan jezelf kijken. Dus. Ja. Dames en heren. U hoort thans het gehinnik van mevrouw Karin. Trekt u zich daarvan niets aan? Wij gaan rustig door. De dames en heren waren iets te laat, want we hadden voor 1 afgesproken. Dus hebben wij vast een kleine voorlunch tot ons genomen. Oftewel genuttigd. Dat was heerlijk. En nu gaan wij aan de echte grote lunch beginnen. Vol met mooie spijzen en heerlijke dranken. En het is eigenlijk een groot feest dat Roderick en Karin hier zijn, want die komen nog niet zo vaak hier met z'n tweeën. Dus daarom extra aandacht voor Roderick en Karin. Dankjewel. Ja, nou en dat was dus mijn schoonvader. Ja, mijn aanstaande schoonvader. Ja, toen was ik weer thuis. Ro is er nog niet, Ro die komt er zo aan. Dan komt hij samen met Blue deze kant op. Ik ga even mijn deur even openen. Ik wil wel de goede sleutel pakken, anders werkt het nog niet. Nee, ik heb wonderbaarlijk goed groot nieuws voor jullie. Ja. Ja. Dat is zo. Zo, het is donker. Ja. Weet het? Het is heel donker. Ja. Het is hier wel lekker cool. Ja. Mensen. Aankomende zondag, de 22e. Dan is het al lang al geweest, als jullie hier deze zien. Dan gaan we dus, als het allemaal goed is, naar Den Helder. Want dan willen mijn schoonouders mijn moeder leren kennen en mijn moeder willen mijn schoonouders leren kennen. Dus dat is leuk. Ja, gezellig. Wat leuk. Ja, ik heb er eigenlijk wel zin in, maar de spanning begint alweer een beetje te stijgen, maar dat komt wel goed. Hou je hoofd koel, hè? Zullen we maar denken. Maar ik ga eventjes bijkomen. Om 3:30, 4:00 komt de post rond die tijd. Het is 4:30 en 6:00. Dus ja, ik heb het nog druk. Zo, en we hebben morgen voor 2 invalwijken. De SNG 106. Dat zeggen jullie niet heel veel. En dat is een wijk, die hebben we morgen maar 1 keer. Die zijn met 3 straten. Lekker makkelijk. Ja, ideaal. En dan hebben we nog de SNG 139. Die hebben we wat langer, heb ik wat langer. En dan onze eigen wijk, de SNG 100 en de SNG 105. Dus ja, gaat lekker. Ja, top, 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 top. Nou, Roos eventjes en met de diertjes naar buiten. Dus ja. En ik ga weer een beetje opruimen, want ik zou vandaag straat zetten. Rodi gaat de wijk eventjes sorteren. En ik ga koken. Eventjes opruimen, want Lofly maakt er een dikke puinzooi van. Dat vindt ze leuk. Ja, op een of andere manier vindt ze dat leuk. Nou, en ik ruim heel graag weer voor haar op. Ja. Zo. Top, ik heb het weer opgeruimd. Schat weer. Beetje bij beetje, bij beetje, bij beetje, boem. Ja, ideaal toch? Ja, en toen waren we alweer lekker druk bezig. Want mijn mannetje zit daar. De post sorteren op nummers. We hebben onze eigen 2 wijken en dan hebben we 2 wijken extra. Hè? Dus ja, het zijn maar gelukkig niet zo heel veel bakjes. Het zijn...
twee bakjes per wijk. Dus dat scheelt alweer een heel erg. Dan ga ik ook soms even jouw wijk gewoon alvast soms op straat kleuren. Kleuren en sleuren. Hela! Hey! Blue? Nee. Nee. Nou! Hela! Je bent ook aan het uitdagen, jonge dame. En ze krijgt vanzelf al een tikken. Lovely! Heel gauw! Laat! Nee. Ja, je wil spelen. Nou, Lovely, klaar. Niet nodig. Ja, dat was een bureau waar je tegenaan knalde, wijfie. Ja. Toen had ik het ook wel gehad. Het is nu 9:15. 4:30 kwam de post. En we zijn nu net klaar met sorteren. Ja. Kijk. Het is 9:15 in de avond. En niet 's ochtends vroeg. Nee, maar ja, dan moet je ook nog even eten, koken er tussendoor. Dus ja, daar zit ook gewoon tijd in. Dus, en ik heb maar één bakkie voor mijn eigen wijk. Dat is ook wel lekker. Dan ga ik zo even onder de douche. Eén bakkie heb ik. Ik heb één. Huh? Ik heb één. Ik heb er één! En ik moet kleine elastiekjes hebben. Dat zeg ik, die was... dat was een foutsortering. Oh. Die hebben we binnenkort. Ja, die hebben we binnenkort. Nee, maar dan ga ik zo even lekker onder een douche. Ja, douche. En die dame is er bang voor, en voor het woordje. Maar ja, moet ze lekker zo weten. Maar ik ga wel onder een douche zo. Gezellig. Ik heb het even gehad met post. Maar we gaan er lekker vroeg in en dan gaan we er lekker weer vroeg uit. Maar ik ga eerst even zo lekker douchen wat ik net al een paar keer zei. Ja. En dan even samen op de bank hangen zitten, weet ik veel. Deze kleed mag er sowieso zometeen vanaf. Even de schone kleed. En dan ook nog op de andere bank een schone kleed moet ook. En dan komt het helemaal goed daar. Nou, ik ga even douchen en dan... is dat zometeen er wel op, denk ik. Want hij weet al hoe dat moet, toch, schatje? In de slaapkamer. Luister, dat weet je wel. In de slaapkamer ligt deze en die andere de kleed. Want deze mag eraf. En dan even schoner erop. Want je weet hoe deze wel erop moet, hè? Oké, en daar ook, hè? Hè? Nee. Ja. Oké, precies. Nou, ja, ik ga inderdaad even de dingen doen die ik net al zei. En dan zien we wel, toch?